Ik ben trots om jou als schaduwmeester te begeleiden bij de afstelling van deze Selve SEE motor. De Selve SEE is een motor met vaste bedieningsschakelaar en wordt gebruikt in volgende producten. Wat zijn de productvoordelen van deze motor? De Selve SEE beschikt over een obstakeldetectie en een vorsbeveiliging. De motor werkt zowel met automatische eindpunten als met manueel ingestelde eindpunten. Dit type motor wordt afgesteld met behulp van de afstelkabel van Selve. Neem deze bij de hand en dan begeleid ik jou stap voor stap. Opgelet, er zijn twee types afstelkabels van Selve. De werking is identiek, enkel op de bedrading zit een klein verschil. Bij de vierdraads afstelkabel sluiten we alles kleur op kleur aan. PE op geel-groen, N op blauw, op op bruin en neer op zwart. Bij de vijfdraads afstelkabel moet je de bruine draad van de motor op grijs van de afstelkabel aansluiten. Test steeds de aansluiting. Als de draairichting fout is, wissel de bruine en zwarte draad. Er zijn twee manieren van afstellen: de automatische afstelling en manuele afstelling. Zo werkt de automatische afstelling. Tijdens het afstellen zal je zien dat de motor telkens in twee schokken beweegt. Druk de knop naar boven totdat het blad helemaal in de kast is en automatisch afslaat. Druk de knop naar beneden in, zodat het blad helemaal tot onder loopt en opnieuw volledig afslaat. De automatische afstelling is afgerond. Sluit jouw schakelaar aan en test de installatie. En dan de manuele afstelling. Druk 6 seconden op de E-toets. Bij het bedienen zal je zien dat de motor telkens met één schokje vertrekt. Zet het roluitblad op de gewenste bovenste positie. En druk 3 seconden op de E-toets. Zet het roluitblad op de gewenste onderste positie en druk opnieuw 3 seconden op de E-toets. Test de installatie. Wil je de motor resetten naar de fabrieksinstellingen? Druk dan 6 seconden op de E-toets. Druk nu de E-toets 2 keer 3 seconden, gevolgd door 1 seconde met telkens een pauze van 1 seconde. De motor staat nu terug in de fabrieksinstelling. Heb je na het bekijken van deze video nog vragen? Dan kan je steeds contact opnemen met onze B2B klantendienst. Mijn collega's en ikzelf helpen je met plezier verder.